Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video, extra video van Magic Arise. We gaan vandaag iets doen dat we nog nooit gedaan hebben. We gaan namelijk een vlog doen in twee parken. We gaan deze vlog beginnen hier in de Pannen en we gaan eindigen in Hasselt. Nu, Marie die zit vandaag bij een ei, want het is Pasen. En ja, daar gaan we van genieten. Hè. Vandaag komt hier in de Pannen de burgemeester staat daar wel. De Plof komt. En in Plof staat in de Hasselt komt Kabouterklus. En dan gaan we nog allemaal leuke paasdingetjes vertellen die je kan doen en zien in de paasvakantie in de Plofse parken. We gaan aan deze dag beginnen. En we beginnen al direct bij dit paasei van Kenton Junior, want tijdens het weekend, het aankomend weekend, kan je hier in Plopsaland de Pannen, het Kenton paasweekend meemaken. Maar ook in Hasselt en in Plopsa Station Antwerp is het Pasen met Kenton Junior. Tijdens de Kenton paasdagen kan je in de Plopsa parken extra meet and greets vinden. Zo ga je bijvoorbeeld hier in Plopsa de Pannen Kaatje, Camille en Victor kunnen ontmoeten en zien. En in Plopsa in der Hasselt komen bijvoorbeeld de Smurfen en Bing. En die ga je ook vinden in Plopsa Station Antwerp. En hier zijn we dus bij onze vrienden van Samson en de Eikens. En tijdens deze extra video in Plopsaland de Pannen ga ik jullie ook een paar nieuwe dingetjes laten zien in Plopsaland de Pannen en in Plopsa Indoor Hasselt. En ja, de nieuwe dingetjes vinden we vooral rond Circus Boomba en ook in de Samson kermispleinzone, ik weet nog altijd niet hoe het daar noemt. En ja, wat er vernieuwd is in Plopsa Indoor Hasselt, dat zien jullie later in deze video. Een nieuwigheid hier aan het Boomba Circus is de nieuwe Dunkin's Donuts. Het is geen pop-up locatie meer, maar echt een volledig nieuw gebouw. En het doet me een beetje denken aan een echte kermisplek waar je smoutenbollen en zo haalt. Maar je gaat geen smoutenbollen kunnen halen, je gaat wel donuts kunnen halen. En lekkere drankjes en zo. Keigoed. En waar dat Dunkin' Donuts stond, ja, daar staat nu niks meer. Dat is toch ja, weer een open plek. Waar dat misschien binnenkort weer meet and greet zullen zijn. Of misschien weer iets anders. Nou ja, meet and greet is eigenlijk niet wat de meet and greet gaat natuurlijk hier in Circus Boomba doorgaan. Ook hier is een gloednieuw gebouwtje. De Boomba Snack. Hier van boven zien we Boombina. Daar zien we Boomba. En hier kan je leukste wafels gaan krijgen en koffiespecialiteiten en zo. En hotdogs. Van alles lekker. En ook Frituur de Spiegeltent is volledig klaar voor alle gasten te ontvangen. Ja, het is een beetje Fred Coquette terug, want het gebouw lijkt enorm hard op Fred Coquette. Alleen is nu alles een thema van Boomba. We gaan even een kijk. Ja, een van de eerste zijn we die binnen kunnen gaan. Dus we gaan eens even binnenkijken. Amai zeg, hoe cool is dat? Ik krijg een beetje een Efteling gevoel. Het ruikt hier nog heel nieuw. Nieuw, hè? Van boven een luster met allemaal ja, trompetten en sousaphonen en wat weet ik veel allemaal. Overal glas en lood van Boomba, Boombina. En de vrolijke Boomba muziek. Tent, tentachtig. Ja, het is een tent, het is echt een circus tent. En het blijft een beetje het Fred Coquette gevoel. Maar dan, ja. Zoals ik al zei, meer Boomba. Ook de lampen van in het buffetrestaurant van het Plopsa Hotel komen terug. En hier zien we Christophe, Plopsa Mania. Volg zeker zijn kanaal, dat is heel leuk. Dus ook iedere week Plopsa nieuws, daar zal dit ook wel in komen. Ja, ik vind het leuk en ik kan niet wachten tot we daar ergens de deur in kunnen gaan voor, ja, voor het Boomba Circus. Ik denk dat het wordt.
En terug van weg geweest is natuurlijk deze locatie. Die was volledig afgebroken omdat die zo rot was als kaas. En ja, hij is gewoon terug. Maar dan opnieuw. Helaas zijn Samson, Gert en Marie niet herschilderd. Niet herplekt. En het was wel hoog nodig. Je mag ze nog altijd in mijn tuin komen zetten, dus, hè? Als er nieuwe komen. En ook de draaimolen van Samson en Gert draait weer volledig. Er staat nu niks nieuw van Samson en Marie op, zie ik. Dat was even een beetje het verhaal geweest dat misschien Samson en Marie erop kwamen. Maar ik zie ze op het eerste zicht niet. Maar dus wel Samson, Gert en alle vrienden. En hier in Wikiland zijn een aantal nieuwe rotsen bijgekomen voor de rookzone. Hierachter is de rookzone en die wordt afgeschermd door rotsen. Nu, ik denk ook als binnenkort tijdens Halloween Skramma terugkomt, dat die vikingen erachter kunnen gaan zeggen boe, boe, boe. En daar is heel veel werk wat ze daar gaan doen. Dat weet ik niet, maar ik zie daar precies iets liggen. Van ijzerwerk. Volgens mij is dit ijzerwerk dat later bezet wordt en dat dan hier ook rotsen komen of zo, denk ik. Hier zien we alleszins ook nog het beeld van Vreselijke Sven, geloof ik. Of is dat Halvaard? Dat weet ik nu zelf niet. Hij is Vreselijke Sven, geloof ik. Maar goed, we zullen zien wat hier komt. Het zal alleszins niet meer lang duren. Even nog voor de zekerheid, het is dus Halvaard en niet Vreselijke Sven. En over Wiki gesproken, ik ben deze morgen nog op de foto gegaan met Wiki. De foto zie je hier. Het was keileuk om hem weer te zien. Daar zien jullie al de nieuwe rookzone van het Huis de Lubbes. Die staat vlak bij de eetlocatie. En ja, daar kan je ook zitten als je niet rookt natuurlijk. Kan je iets drinken. Er is dus ook een aparte zone voor de rokers. Het is hier wel gezellig aan het Huis de Lubbes. Ik kan niet wachten tot de lente echt begonnen is. De lente is begonnen, maar dat alles hier vol met bomen is en hier is dus de rookzone. Het staat heel mooi aangegeven met steen, met lijntjes. En ook de outlet store is terug open. Hier kunnen we weer allemaal koopjes gaan doen. Heel raar, maar hier in de outlet zone heb je dus gewoon al spulletjes van Samson Marie. Nu, het valt mij op dat allemaal spulletjes zijn die verkleurd zijn door het licht. Dat valt me wel op. En voor de Marie-fans, je hebt ook heel veel Ghost Rocker spulletjes. Daar staat Marie ook natuurlijk op, als Charlie. We staan hier nu aan de Ride to Happiness. En hier is een hele kleine, maar wel heel belangrijke nieuwigheid. Je ziet hier namelijk dat wieltje. En dat wieltje zorgt ervoor dat Ride to Happiness niet meer blijft stilstaan boven. En hier op het Kasteelplein is ook een gloednieuwe rookzone gebracht aan de boom. En hier deze plaat aan het raak, ja, die shined helemaal. Niet nieuw, maar wel leuk om nog eens te komen, is de Heidi-winkel. En hier heb je een heel leuke, ja, speelset van Heidi. Zie je alles van Heidi staan. Een groot Heidi. En als je echt iets uniek wil hebben, dan kan je hier nog altijd stukken hout van Heidi the Ride vinden en ze kosten maar €2,50. En als je dan dit hebt, dan heb je wel iets heel uniek. Sa in Plopsa, dat staat natuurlijk voor Samson. En Samson is een van de belangrijkste dingen hier in Plopsa. Maar dat beseffen ze niet, want dit is dus de oude Samsonzone van het winkeltje. En dat is nu overgenomen door Super Mario, Harry Potter en Pokémon. Heel erg vind ik dat er is nog een heel klein stukje over. En ook in de winkel van Plopsa in de Hassel, dus alles van Samson.
eigenlijk bijna weg. Hier zien we het enige van Samson wat er nog is. Dit klein stukje en dat klein stukje. Heel erg vind ik dat. Dus ja, dit kleine stukje is Samson. En zoals jullie zien in Hasselt is er ook eigenlijk niet veel meer als een paar kleine spulletjes. Wat wel eens leuk is, is deze horloges van Samson Marie. Ik vind het zo erg, jongens. Ik vind het zo erg. Wat ik wel leuk vind, is deze nieuwe pins hier in Plopsaland van de Kampioenen. Hier heb je een Xavier, één met Carmen, één met DDT, Markske, meneer Bomen en Jeffke. Dat vind ik echt leuk. Binnenkort komen die Kampioenen terug. En dan kan je misschien ook een strip kopen hier voor te laten ondertekenen. En er zijn verschillende pins, want hier heb je ook nog pins met het logo van de Kampioenen, het logo van Bomenworst en het logo van DDT OK Cars. Gelukkig staan hier buiten onze vrienden van Samson nog altijd, voorlopig dan toch. Maar ja, we weten nooit. Zo, en nu gaan we het Plopsa Theater binnen voor de gloednieuwe Plop Paasshow. Ik ben heel benieuwd, ook in Plopsa in Rassel is er nu een show met Kabouter Klus. Maar hier in Plopsa te Pallen is het Kabouter Plop. Keileuk. Kloppen de plop, jullie zijn er al. Dag kloppetjes. Het is lente, het is lente. Jij kruipt wel duizend bloemen als ik kruip. Het is lente, het is lente. En ik heb de lente kriebels in mijn buik. Het is lente, het is lente. Ja, dat is nog eens de waarheid van de koe. Het is lente, het is lente. En ik word daarvan zo lente moe. Hallo vrienden, jullie zijn hier, ik ben door het dolle heen. Van de grote lente schoonmaak doe ik niet zo graag alleen. Hier zijn bezig vrijders, botsen en een emmertje met zon. Het is lente en dus knapte wij mijn paddenstoeltje op. Het is lente, het is lente. Ja, ik ruik wel duizend bloemen als ik kruip. Het is lente, het is lente. En ik heb de lente kriebels in mijn buik. Het is lente, het is lente. Ja, dat is nog eens een waarheid als een koe. Het is lente, het is lente. En ik word daarvan zo lente moe. Zo, ja, dit was een stuk hier in Plopsa te Pallen en nu gaan we door naar Plopsa Indoor Hasselt. Zo, en hier zijn we dan in Plopsa Indoor Hasselt en ook hier is het gewoon Pasen. Hier zijn onder meer een klusshow en ook speciale meets tijdens het Catnet Paasweekend. Kei leuk. Van 27 tot 29 mei kan je de Smurf hier ontmoeten in Plopsa Indoor Hasselt tijdens de Smurfweekend. Maar de Smurfen komen niet alleen tijdens de Smurfweekend, maar ook tijdens het Catnet Paas evenement. En dat is dus deze week nog, dus kei leuk kan je de Smurf ontmoeten en Bing. En niet alleen in Plopsa te Pannen is er van alles vernieuwd. Ook hier buiten in Plopsa Indoor is er heel veel veranderd. De K3-zone is namelijk volledig vernieuwd. We nemen jullie even mee naar de vernieuwingen van de K3-zone hier in Plopsa Indoor Hasselt.
in het verkeerspark vind je nu deze reuze radio met deze micro. Ja, en dan overal zijn muzieknoten en cadeautjes en zo gezet in het verkeerspark. Ik vind dat echt kei leuk gedaan. Het is wel nu niet meer eigenlijk het politiethema dat het eerder had. Maar ik vind dit wel meer K3. Ook het benzinestation erachter is volledig in K3-sfeer gebracht. Dat is echt goed gedaan. En ook de K3 brandweerattractie is volledig vernieuwd. Of ja, volledig. Ze hebben nieuwe borden gebracht, ze hebben wat meer versierd. Helaas is deze attractie weg in Plopsaland te pannen. Maar je kan hem hier nog altijd doen. En Rox is hier ook nog. Dankjewel, Rox. Ja, en je kan dus niet alleen naar de klusshow kijken, maar je kan ook naar deze hele leuke Boomba-show kijken. Echt fantastisch, fantastisch leuk is deze GoPro-show. Hans Klok is er niks tegen. Ik vind het top. Voilà. Ja, Boomaloo, die is een freaky fracky aan, zijn magic freaky fracky. En dan weet je gewoon dat er een toffe truc aankomt. Een show geeft een klopse in de Hasselt, dan doet hij ook een meet and greet. Geniet dus zeker mee van deze meet and greet met de enige echte kabouterklus. Zo, dit was onze video met ja, alle informatie over Pasen in de Plopsaparken en met een aantal nieuwigheden die je kan vinden in de Plopsaparken. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als dat zo is, steek dan zeker jullie duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dag.